Citroën Grand C4 Picasso. Dit is de grote versie van die C4 Picasso die we al een tijdje kennen. Eigenlijk is zo'n C4 Picasso niet meer dan een compacte middenklasse met iets meer hoofdruimte dan normaal. En dan is dat een mini MPV. Maar ja goed, hij heeft nog altijd maar plek voor 5 personen. Deze niet. Deze is langer en heeft altijd plek voor 7 personen. En ja, zeggen jullie het maar. Wat vind je dan van die voorkant? Ik denk dat het de designers van Citroën is gelukt om binnen de basisvormen van een midi MPV, busje, iets aantrekkelijks te maken. Dit. In een andere kleur, ander materiaal ook. Zo'n band eroverheen. Dat breekt de boel een beetje. Die wielbasis die is nog weer groter. Meer binnenruimte bij dezelfde afmetingen. En dan die achterlichten. Precies in het design eigenlijk van die voorlampen. Ook gestapeld. En dan staat er gewoon een aantrekkelijke auto. Touchscreen en het werkt gewoon makkelijk, goed, voldoende snel ook. En dat wordt dan geflankeerd door een rijtje knoppen. Maar het zijn eigenlijk geen knoppen, het is ook een soort touchscreen. Maar weer geen screen, want dit is het scherm en dat niet. En er zit geen feedback achter. Je voelt niet of het is gelukt dat wat je doet. Het lukt wel, maar je voelt het niet. En als je dan die verwarming wil bedienen, en normaal draai je dan aan de knop om hem kouder of warmer te zetten. En hier moet je dus eerst het verwarmingspaneeltje tevoorschijn toveren en dan ga je dat doen. Dus het is eigenlijk gewoon een handeling extra. Kijk. Nou, bijna in één keer goed. Deze even zo. Wat je hier dan mee doet, dat is eventjes onduidelijk. Maar die moet er dan weer onder waarschijnlijk. Een beetje lastig je benen kwijtraken zo natuurlijk. Gaan we even opnieuw doen. En die. Mijn fout, hè? Dit. Kijk. Ja, en dan kun je natuurlijk moeilijk doen dat je hier achterin alleen maar plek vindt voor kinderen. Maar ja, dat hebben al die auto's. Dus is ook geen disqualificatie. Mooi vlak. Dit er weer overheen. Ja, eigenlijk werkt dat gewoon goed. Vroeger zat je altijd te klooien met dat soort stoelen. Dan moest je erin en zaten je vingers ertussen. Eén en al narigheid. Gigantische klep trouwens ook. Dat herfst-tapreeltje nou niet echt geslaagd vindt, dan kun je hier onderin, er zijn allerlei ingangetjes, niet in zicht, dan kun je het een en ander inpluggen en dan kun je je foto laden van je gezin of van je oude Citroën DS of kan mij het schelen waarvan, maar die kun je dan daar laten zien. En als je nou helemaal geen foto wil, kan ook, dan ga je gewoon met dit draaiknopje door het menu en dat werkt in het begin allemaal een beetje omslachtig, want je kunt hier wat bedienen en hier aan de stengel en je kunt hier ook het een en ander bedienen, maar went vrij snel wel hoor. Ja, dat het daar in het midden zit. Ja. Ik denk uiteindelijk dat de positie recht voor je neus beter is dan heel ver daar, diep in het binnenste van dat dashboard, maar ik ben er ook nog niet helemaal uit hoor, want ik rijd er nu al een paar dagen in en het is niet zo dat ik constant denk van hé, hoe hard rijd ik nou, moet ik kijken? Nee, dat gaat eigenlijk wel vanzelf. Tikkeltje fragiel, hè? Was het vroeger, maar dat is het niet meer. Het is allemaal heel mooi, mooie materialen. Dit is zacht en het is uit één stuk gemaakt en het voelt redelijk solide aan, al zit daar ergens heel diep een soort van knispertje. Goed, dat is exemplarisch, zullen we dan maar zeggen. En dan kijk je heel mooi weg. En zeker als je deze even omhoog klapt. Heel veel zicht. Je zit op van die grote, zachte stoelen. Ik betrapte me erop dat ik pas terugreed, een drukke dag op kantoor gehad. Ik stapte in die auto en ik reed weg. En toen dacht ik, dat zit eigenlijk gewoon lekker. Dat is relaxed. Die motor, dat is een 150 pk diesel, die heeft lekker veel kracht. Die stoelen die zijn zacht. Die besturing, die is volstrekt gevoelloos. Maar ja, het doet wel wat het moet doen, zonder al te veel krachtsinspanning. Je kijkt lekker om je heen. Je hoeft niet je best te doen om iedereen te zien, want je ziet ze automatisch. En dan is het gewoon heel erg comfortabel. Het enige vind ik wel, is dat er een automaat aan deze motor moet zitten. Die motor is lekker, die is smeuig, die biedt veel kracht in een relatief breed toerengebied, maar daar hoort gewoon zo'n lekkere automaat aan vast te zitten. Dat past ook beter bij dat super comfortabele karakter van deze auto. €1900 kost een Grand C4 meer dan een
normale C4 Picasso. Dan krijg je dus twee stoelen extra. Meer binnenruimte, grotere bagageruimte. Een iets anders gevormde neus ook. Net iets strakker, als je het mij vraagt. En een comfortabele afstemming van de wielophanging. Want een normale C4 Picasso ziet Citroën als een enigszins dynamische auto. Die staat wat steviger op zijn wielen. Deze Grand, die is comfortabeler, die is soepeler. En dat is die dan ook echt. Als je over een verkeersdrempel gaat, dan gaat dat eigenlijk met heel veel gemak. Je stuit het niet van de ene kant naar de andere kant door dat binnenste. Dat is me goed ook, want hij is heel erg ruim, deze auto. Dus je komt overal uit uiteindelijk. Ja, en als je het aan mij vraagt, zou die voortrein zelfs nog iets soepeler mogen zijn. Die demping is een tikkeltje, ik bedoel, het is heel comfortabel, hè? Maar een tikkeltje ja, zachter zou nog wel kunnen. Grand C4 is er vanaf iets minder dan 28.000 euro. En dan is dit een dikke diesel, die natuurlijk een stuk duurder is. 150 pk, 2 liter. Maar die is heel erg schoon, want bijna geen NOx'en komen eruit de uitlaat. En NOx'en, dat zijn de viespeuken. Die zijn slecht voor mens en milieu. En dan zit er in deze auto het AdBlue systeem. Ik zal niet helemaal gaan uitleggen hoe het werkt. Maar achterin zit een tankje met vloeistof. En die vloeistof die zorgt ervoor dat die NOx'en ja, dat die verdwijnen. Voor een heel groot gedeelte, 90%. En daardoor is deze auto dus zo schoon. En is ook nog eens geschikt voor Euro 6. Dat systeem, dat AdBlue systeem, dat gaat PSA, Peugeot Citroën binnenkort, op al hun diesels aanbrengen. En daarmee worden die diesels dus niet alleen zuinig, maar ook schoon. Ja, nou kun je aardig winkelen als je een MIDI MPV zoekt. Renault heeft natuurlijk een Scenic, Ford, een C-Max, Volkswagen, een Touran. Ja, weet je, vrijwel elk merk biedt wel een dergelijke auto aan. En dan zeker de volumemodellen, waaronder dus deze Citroën, die zijn min of meer allemaal wel gelijk geprijsd. Zitten kleine verschilletjes in, zitten ook kleine verschilletjes in de uitrusting. Het gaat, denk ik dan, heel erg. Waar voel je je lekker bij? Bij welk merk? Ja, tot welk merk voel je je aangetrokken? Hoe zit het met de vormgeving? Ik vind die dingen vaak saai. En nou sprankelt deze Grand C4 misschien niet heel erg hè, van het netvlies. Het ziet er in elk geval anders uit en hij is comfortabel en hij is ruim. En dan kan ik alleen maar adviseren, als je voor zo'n auto wil gaan, of als je voor zo'n auto om welke reden dan ook moet gaan, ga met deze Grand C4 rijden. Echt, hij zal je denk ik overtuigen.